We staan hier in de Eerste Pijnlijkestraat bij een project en dat heet de Buren Bomenpiep. Hoe is dat zo ontstaan, dit project? Nou, ik zag op een gegeven moment op Facebook een foto voorbij komen van een bushalte in Bogota. En die hadden ze omgebouwd tot een bibliotheekje met een klein bankje erbij. En dat was de Stevens Bushalte. En daar zat een meisje op dat bankje een boek te lezen. En toen, dat vond ik zo prachtig. Ik dacht van, dat wil ik ook hier in de straat. Ook al hebben we geen trams en geen bushaltes. Dus toen heb ik mijn overbuurvrouw, Lidie Veldhuizen, die is vormgeefster, een kunstenares, gevraagd van, goh, Lied, kunnen we iets met deze foto doen in onze straat? Lijkt me geweldig. En toen zijn wij aan de slag gegaan en zij is vooral gaan nadenken. En toen is dit project eruit gekomen. En deze kleine boekenkastjes, dat zijn allemaal boeken. Waar komen ze vandaan? Door mensen gedoneerd, mensen die langskomen in de straat, de buren zelf. Want we hebben 40 handtekeningen hadden we opgehaald om dit project tot stand te brengen. De hele straat bijna. En iedereen heeft boeken gedoneerd. En nu blijven we vrienden aanschrijven en mensen die voorbij komen en buren die daar hun boekenkastjes blijven vullen. Oké, dus eigenlijk is de bedoeling dat de mensen die langslopen en zien een leuk boek, mogen ze het gewoon pakken? Ze mogen het gewoon pakken, ze mogen op een bankje gaan zitten lezen, ze mogen hem meenemen, ze mogen het ook aan een vriend geven. En het zou leuk zijn als ze het uit hebben, omdat ze dat boek terugzetten of een ander boek. De mensen kunnen dus ook gewoon boeken zelf kunnen langslopen en hebben een stapeltje boeken en die kunnen het gewoon in de kast zetten. Ja, dat mag ook graag zelfs. Dat is hartstikke leuk, ja. Oké, en die kastjes. Ik vind het wel hele mooie kastjes. Waar komen die nou weer vandaan? Die heb ik ontworpen en gemaakt. En het idee was, aan de overkant had een buurman een boompje buiten staan in een hele grote pot. En daar is eigenlijk die idee uit ontstaan voor die kastjes. En wat denk je, wordt er gebruik van gemaakt? We krijgen ontzettend leuke reacties. Echt mensen die in de straat vragen van, goh, wat een leuk project. Waar kan ik mijn boeken geven? Waar staan de kinderboekjes? Ik wil ook zo'n boompje. Van dat soort reacties. En wat het natuurlijk heel persoonlijk maakt, is dat er alle foto's van de mensen in de straat die mee hebben gedaan erop zitten. Waardoor het een soort van standbeelden zijn geworden. En daardoor ook heel persoonlijk. Mensen die op de foto staan met hun favoriete boek, dan denk je van, oh, dat wil ik ook wel lezen. Ik ben ook wel benieuwd waarom iemand dat zijn favoriete boek is. En we hebben ook nog in een etalage bekende Rotterdammers gevraagd om hun favoriete boek te doneren. Waaronder onze burgemeester. Je hebt het gezien, het is in Bogota. Ik wil het ook mijn eigen straat. Maar heeft het ook te maken met dat er misschien de bibliotheek hier in het Oude Noorden gesloten is? Dat heeft er ook absoluut mee te maken, ja. Omdat ik vind lezen zelf ontzettend leuk. Altijd gehad. Als kind las ik boeken onder de douche, gewoon in een plastic tas. Gewoon las altijd door. Dus het heeft iets van... En daarom denk ik ook van, ja, het is gewoon goed als mensen gewoon blijven lezen en mooie boeken zien, dat die bereikbaar zijn voor iedereen, ja. Ja, de boekenkast is heel mooi. Maar hoe lang blijven ze mooi, denk je? Nou, ik denk juist omdat ze zo mooi zijn dat ze blijven staan. En dat meen ik echt, omdat ze en persoonlijk en mooi zijn. We hebben eigenlijk nog geen rottigheid gehad. Eén keer dat de boeken uitgegooid zijn, nou, die hebben we weer teruggezet. Niks aan de hand. En ze staan nu 2 weken en iedereen zorgt er ook wel een soort van voor. Ja. Dus dat vind ik ook heel leuk. Precies. En de hele straat heeft meegedaan. Dus alle culturen, allerlei soorten bedrijfjes, particulieren die hier wonen, die hebben allemaal hun bijdrage. En die staan ook op de foto, op die kastjes. En ik denk dat dat ook maakt dat iedereen, het is van iedereen. En dat gevoel heeft iedereen ook. En daarom blijft het staan, denk ik. En mooi. Maar doe je nog andere projectjes dan alleen maar zitten en lezen? Of? We komen wel met een volgend project, maar we zijn niet... Projectmakers. Projectmakers, nee, nu. Nee. Het ontstond spontaan. Ja. En, en als er weer een nieuw idee spontaan ontstaat, dan gaan we daar weer achterheen. Het is goed bevallen, dus... En de mensen vinden het inderdaad allemaal hartstikke leuk. Je merkt echt iedereen die langskomt, politieagenten, mensen op de fiets die rijden door de straat. En die zwaaien, die steken hun duim omhoog. En je ziet soms mensen heel blij met een boekje, met een kind weglopen. En dat is leuk. Dat maakt het dat je dat graag hebt gedaan.